Waarom is het zo moeilijk voor het kabinet om vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Na de brand in september in kamp Moria is de situatie van de vluchtelingen daar niet verbeterd. Nu het winter is en er veel regen valt, is de bewoonbaarheid van het kamp nog schrijnender dan die al was. Aan tafel Daniel van der Leer van de organisatie Christian Refugee Relief. Goedenavond, meneer van der Leer. Goedenavond. Ja, kunt u de situatie schetsen nu op Lesbos? Ik zei, het is winter. Ja, het is winter. Het is koud, nat. En het is een trieste situatie. Mm. Trieste omstandigheden. Ja, in september is dat kamp afgebrand, het oude kamp. Ja. Toen is er een nieuw kamp gekomen. Hoe zijn daar omstandigheden? Nou ja, het oude kamp, kamp Moria, is in 2 dagen tijd tot de grond toe afgebrand. Ja. En toen zijn er 13.000 mensen een week lang hebben op straat geleefd, zeg maar. Mm. Er is er in die week tijd een nieuw kamp op een andere locatie uit de grond gestampt. Ja. Met hulp van de overheid, het leger en het. Het kamp heet Mavrovouni en de situatie daar is er niet beter op geworden. Niet beter? Nee. Vergelijkbaar met de oude kamp? Nou, het is moeilijk om een vergelijking te maken, omdat het in weinig opzichten ook wel iets op elkaar lijkt, zeg maar. De problematiek is hetzelfde. Ruimtegebrek is hetzelfde. Ja. De problemen zijn in die zin niet anders en is verplaatst van kamp Moria naar kamp Mavrovouni. Ja. En hoeveel mensen zitten daar bovenop elkaar? Zitten er nou ruim 7.000. 7.300, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Waaronder 2.500 kinderen. Ja. Van 0 tot 18. Ja. En het is winter. Wij denken aan winter in Griekenland. Dat is aangenaam weer dan. Ja, dat zou je zeggen. Alleen is het daar ook koud. En zijn er momenteel de temperaturen rond het vriespunt. Is er zelfs sneeuw gevallen afgelopen weekend. Valt er veel regen. Heel veel regen. En daar is het kamp in geen enkel opzicht op voorbereid. Nee. En dat zorgt voor dramatische omstandigheden. Wat moet daar, vindt u, uw organisatie, op korte termijn gebeuren? De primaire stap is de mensen daar weghalen. Ja. Dat weghalen, helemaal. Ja, dat is de enige. Hele kamp opheffen. Nou, dat is de enige fatsoenlijke, humane oplossing om mensen daar weg te halen. En waar moeten ze naartoe dan? Europa is groot, het heeft veel landen. En al deze mensen van Lesbos, maar ook van Samos en van Chios, zouden verspreid over Europa verdeeld moeten worden. Ja. En fatsoenlijk opgevangen moeten worden en begeleid worden in het verdere proces. Oké. Dat is nog niet zo makkelijk, want dinsdag maakt het kabinet bekend dat er slechts 2 alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland mogen komen. Eerder had het kabinet beloofd dat er 50 naar Nederland zouden gaan. Vluchtelingenwerk Nederland is woedend. Contact nu met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedenavond, meneer van der Linden. Ja, goedenavond. Ja, u bent boos, begrijp ik, op het kabinet, omdat ze maar 2 kinderen hier naartoe halen. Ja, we zijn ook ontzettend teleurgesteld. 4 maanden geleden was die nood al net zo hoog, wat meneer van der Leer net ook al vertelde. Dat eigenlijk onmiddellijke evacuatie nu noodzakelijk is. Ja. 4 maanden geleden kwamen coalitiepartijen in Nederland tot de conclusie dat er dan 100 mensen uit Griekenland naar Nederland mochten komen. Waarvan 50 kinderen die daar zonder ouders ook vast zaten, een extracted parent groep. Dat duurde maanden voordat er voor het eerst mensen naar Nederland kwamen. Die bleken helemaal niet uit Moria te komen. Die kwamen van de regio van vasteland, die hadden al verblijfsvergunning, kwamen uit de regio Athene. En nu blijkt ook nog eens, bleek gisteren inderdaad, dat de staatssecretaris liet weten dat er eigenlijk maar 2 kinderen zonder ouders die daar vastzitten in aanmerking kwamen, eigenlijk van het wensenlijstje van het kabinet waar zij aan moesten voldoen, om naar Nederland te mogen komen. Dat vinden wij de wereld op zijn kop. Ja, u schetst al een compromis was het politiek gezien tussen verschillende partijen die in het kabinet zitten. Eerst was het 100, toen 50 en uiteindelijk zijn er dus maar 2 kinderen die naar Nederland komen. Ja, u zegt het al, een politiek compromis. Wie schiet er iets mee op? De vluchtelingen op Lesbos in elk geval niet. Ik neem hier, dit is hartstikke mooi voor de vluchtelingen die van het Griekse vasteland kwamen. Want ook daar zijn de omstandigheden echt verschrikkelijk. Ja. Maar het is wel goed om daarbij te zeggen dat die deal in zichzelf al ontzettend cynisch was. Omdat de vluchtelingen die nu uit Griekenland naar Nederland komen, kwamen eigenlijk gingen af van het jaarlijkse quotum dat Nederland hanteert voor extra kwetsbare vluchtelingen uit kampen elders in de wereld. Ja. Dus onder de streep is hier niemand mee geholpen. En helemaal de situatie in Griekenland niet. Ja. Wat daarvoor nodig is, is eigenlijk niet nu een heel simpel politiek compromis over heel kleine aantallen. Wat nodig is dat eigenlijk van Lesbos tot aan Brussel, tot aan Nederland,
politici die welwillend zijn, ook voor het eerst met de vuist op tafel staan en verantwoordelijkheid nemen en echt een significante bijdrage willen leveren aan een oplossing. Ja, dat is dit niet. En de manier waarop het wordt uitgevoerd al helemaal niet. Nee, duidelijk. Laatste vraag aan u. Ik hoor u zeggen dat staatssecretaris Broekers-Knol een wensenlijst heeft opgesteld. Begrijp ik nu dat ze zoeken naar kinderen die voldoen aan de wensen van de Nederlandse regering? Ja, Nederland zou Nederland niet zijn als er een hele wensenlijst, een papierwinkel was waar die kinderen dan vervolgens weer aan moeten voldoen. Ja. Waar andere lidstaten ook in reactie op de brand ook genoeg kinderen hebben opgenomen om ze uit die verschrikkelijke omstandigheden te redden. Heeft Nederland gezegd, nou wij willen geen kinderen uit Afghanistan opnemen. Een significante groep van alleenstaande kinderen die op het eiland zitten. Omdat het inwilligingspercentage voor dat land te laag zou zijn. Mm. Nou, een heel bureaucratische opstelling waar die kinderen niets aan hebben. Als gevolg daarvan wordt eigenlijk het restant van het aantal mensen die naar Nederland zouden komen, ja, het is ook weer opgevuld met mensen die eigenlijk al op het Griekse vasteland verbleven. Ja. Ook voor hen is dit heel belangrijk, maar onder de streep betekent dit voor mooier helemaal niets. En is het al slechte compromis, wat wij al toen zo zagen, nu volledig uitgekleed. Oké. Dank voor uw toelichting, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Terug naar onze gast aan tafel, meneer Van der Leer. Ja, wat denkt u als u dit hoort? Ik begrijp dat heel goed. Ja. Ja, de boosheid hierover. Over de... Het is een beetje handje klap met vluchtelingen. Nou ja, sterker nog, met mensen. Want de vluchtelingen, we hebben het over vluchtelingen, maar dat zijn mensen van vlees en bloed. Ja. En de term vluchtelingen, dan begrijpen we waar het over gaat. Maar het zijn mensen, kinderen. En daar worden compromissen over gesloten. Ja. Die wat mij betreft de schaamte voorbij zijn, zeg maar. Ja, want in dit kabinet zitten ook twee christelijke partijen. Het CDA en de ChristenUnie. Ja. Weliswaar nu in demissionaire status. Spreekt u die daarop aan? Ja, wij proberen op diverse manieren kenbaar te maken, ook aan die partijen, dat wij hier ook niet achter kunnen staan, net als zoveel organisaties. En wat we merken is dat afzonderlijk er veel draagkracht is, zowel bij de politieke partijen, maar ook gewoon bij de Nederlandse gemeenten, bij kerkelijk Nederland, plaatselijke gemeenten. Er is zoveel draagvlak hiervoor. Ja. Maar de keuzes worden gemaakt in Den Haag. En die zijn totaal niet oké. En ik begrijp de boosheid van meneer Van der Linden wel. Ja, ja. Nou, spreken we over Lesbos. Je hoort veel minder over Samos en Chios. Ja. Hoe komt dat? Want daar zitten ook vluchtelingen. Ja, dat, hoe komt dat? Ik denk dat een groot gedeelte daarvoor de media-aandacht voor Lesbos. Ja. De media-geniekheid van Lesbos, om het maar even zo te schetsen. Samos en Chios hebben in die zin dezelfde problematiek. Zij het niet erger, omdat daar nog minder aandacht naar uitgaat dan de mensen op Lesbos. Ja. En op Lesbos zijn tientallen organisaties actief. En dat is in veel mindere mate op Samos en Chios. Er zitten minder mensen, dat klopt. Maar nog steeds op Samos en op Chios 4000, rond de 4000 mensen. Op Chios rond de 3000. Ja. En de problematiek is exact hetzelfde. Ja. 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 Het zijn Griekse eilanden. Griekenland maakt deel uit van de Europese Unie. Ja. Die zouden eigenlijk het probleem op moeten lossen. Want Griekenland kan dat niet alleen. Nee. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Waar zit dat vast? Goeie vraag. Het voelt een beetje alsof er wordt gedacht van het is het probleem van Griekenland. Ja. Zij zijn daar geografisch een grensland van Europa, zeg maar, de buitenwacht. En de rest van de landen lijkt het wel makkelijk te vinden dat het allemaal in Griekenland plaatsvindt. Want zolang het niet in onze eigen landen gebeurt, hoeven we er ook niks mee te doen. Mm. Is het vrij makkelijk om daar afstand van te nemen en nou ja, politieke compromissen te zoeken en beloftes te doen en die uiteindelijk niet waar te maken. Ja. En aan ons als organisaties een de taak om wat wij signaleren daar, omdat we daar op de grond aanwezig zijn met de poten in de klei staan, mm-hmm. om dat te blijven ventileren en aan die deur van, nou ja, de deur van Den Haag te blijven rammelen. Blijven rammelen, ja. Om daar iets aan te doen. Ja. Letterlijk met de poten in de klei, denk ik, want het zal dan nat zijn. En... Ja, zeker de laatste maanden. Er wordt keihard gewerkt door lokale organisaties, kleine organisaties, die wij ook ondersteunen om, het kamp steeds beter voor te bereiden op stormachtig weer. Ja. En in de beginfase van de winter was het een groot drama en staat 40% onder water, 40% van het hele kamp. Ja. En worden tenten moeten verplaatst worden omdat er binnen laag water staat. Mm. Dat gaat gelukkig steeds beter, maar is
op alle fronten nog steeds onacceptabel. Ja. Er is ook een coronapandemie wereldwijd, ja. Ook daar? Ook daar is er in het kamp een quarantainegedeelte waar de mensen die getest worden en positief getest zijn in geplaatst worden. Ja. En gelukkig en dankbaar zijn we wel dat er nog steeds geen ernstige ziekteklachten verschijnselen zijn. Dat vooralsnog bij positieve besmettingen blijft. En, ja. Ze zijn daar ook, er is ook een politiemacht op de been die groter is dan in het oude kamp. En ontzettend strenge maatregelen die ook direct beboet worden als je je mondkapje niet draagt. Ook binnen het kamp, dat geldt dezelfde regels als op straat. Hoe het went of keert, heeft dat wel zijn effect, denk ik. Ja. Ja. U zegt u schudt aan de deur van de politiek. Nou, een van de politieke partijen die zich hard maakt voor de vluchtelingen op Lesbos is de ChristenUnie. We hebben nu contact met Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Joël Voor de Wind. Goedenavond, meneer Voor de Wind. Goedenavond. Ja, het kabinet heeft besloten om 2 vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Een kabinet waar u deel van uitmaakt. Verrast u dat? Ik denk dat u niet helemaal voldoende geïnformeerd bent. Vertel. Althans niet volledig. En dat is cruciaal deze dagen in de Kamer met de toeslagenaffaire. Nee, er zijn 100 kinderen en ouders naar Nederland gekomen. Althans, die zijn nu ook onderweg, de laatste. Ja. Waaronder 56 kinderen onder de 14 jaar. Het klopt dat er 2 alleenstaande minderjarige kinderen daaronder vallen. Ja. Dat was natuurlijk de bedoeling dat dat meer zou zijn. Alleen daarvan heeft de staatssecretaris gezegd dat dat heel lastig was, omdat of men niet kansrijk was om in Nederland te blijven, of dat men de voorkeur gaf, omdat familieleden elders in Europa verbleven, daar naartoe door te reizen. Ja. Ja, wij begrepen dat deze kinderen moesten voldoen aan een wensenlijstje van de staatssecretaris. Klopt dat? Nou, het heeft natuurlijk geen zin om hier kinderen naartoe te laten die vervolgens niet een status krijgen. Dan zijn ze hier 2 maanden, 3 maanden en moeten ze weer worden teruggestuurd en kan je de hele procedure overnieuw beginnen. Ja. Dus we hadden als coalitie, toen we de deal maakten, ook wel begrip dat als je ze dan deze kant op haalt, moeten ze wel een grote kans hebben om hier ook te blijven. Ja. Maar met alle respect, meneer Voor de Wind, een wensenlijstje als het gaat om mensenlevens. Strookt dat met elkaar? Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk te doen wat je kan in de gegeven omstandigheid. En daarvan zeiden wij willen snel, dat is al heel langzaam gebeurd. Ja. Mensen van die ellendige situatie daar op de Griekse eilanden halen. En uiteindelijk bleek dat anders te lopen. Veel van die alleenstaande vluchtelingen die liepen of door als ze van de eilanden werden afgehaald. En ze zijn toen allemaal van de eilanden afgehaald, alleenstaande asielzoekers, de kinderen. Mm-hmm. Of ze liepen door, of ze vielen in handen van mensenhandelaren, of andere landen waren ons voor geweest en hebben ze naar met name Duitsland gehaald. Dus de spoeling was dun, raar om het hierover te spreken. En we hebben uiteindelijk halverwege ook gezegd tegen de staatssecretaris, dan maar kinderen van kwetsbare gezinnen. Ja, en het optreden van de staatssecretaris, dat getuigt niet van daadkracht, om het zo te zeggen. Want dit dossier sleept al maanden en u heeft ook gezegd, voor de kerst zouden die kinderen moeten komen. Het is nu half januari. Wat gaat u daaraan doen? Gaat u daar nog op aanspreken? Nee, dat is echt een probleem. We hebben daar de staatssecretaris natuurlijk vanaf september, toen we de deal sloten, ook constant op aangesproken. Ik heb denk ik tot de vervelens toe bij de staatssecretaris aan de lijn gehangen om dit snel voor elkaar te krijgen. Dat geldt trouwens ook voor het wegwerken van de achterstanden bij de IND, wat we voor elkaar hadden willen hebben einde afgelopen jaar. En dat duurt nu ook weer tot halverwege dit jaar. Dus gelukkig houdt ze zich wel aan de afspraak, alleen er zit een enorme vertraging in. En u heeft daar een punt, de definities waren ook wel streng. Nou vinden wij ook dat je die definitie misschien moet verruimen als je kijkt naar verdere herplaatsingen, want de ChristenUnie staat wel open en vindt dat Nederland open moet staan voor meerdere herplaatsingen. Ja, tot slot, het probleem van Lesbos is een probleem van Europa. U heeft ooit gezegd naar een rechtvaardiger Europees migratiebeleid te willen. Hoe ziet u dat voor u? Nou, we moeten uiteindelijk naar dat migratiepact wat door de Europese Commissie nu is voorgesteld. En daar moeten als het ware onze IND'ers, de mensen die besluiten nemen of je mag blijven of niet, die moeten naar voren geschoven worden, naar de buitengrenzen van Europa. Ja. En daar moet een selectie plaatsvinden van wie er nu kansrijk is en wie er nu kansarm is. Dan is er een verantwoordelijkheid voor de rest van Europa om ook mee te doen met die herplaatsingen over Europa.
maar ook om verantwoordelijk te blijven voor de terugkeer van de mensen die worden afgewezen. Mm. En tegelijkertijd moeten we er met elkaar voor zorgen dat daar humane omstandigheden ontstaan als het gaat om de opvang aan de buitengrenzen, wat nu niet het geval is op de Griekse eilanden. Uitstekend. Dank voor uw toelichting, Johan Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Tot slot naar meneer Van der Leer hier aan tafel. Wat denkt u als u dit Kamerlid hoort? Een grote waardering voor de inzet van de heer Voordewind als een van de, een volvechter die het misschien wel het vaakst roept dat er wat moet veranderen. Maar het dossier sleept zich al maanden zeker voort. En de lastigheid is dat er, zeg maar, met de belofte die gedaan is na de brand, is dat voor veel organisaties een stroom om de politiek daar iedere keer bij op te wijzen. Dat die belofte ingevuld moet worden. Maar er hangt nog veel meer achter, want het gaat nu om alleenstaande kinderen. Er zitten nu 7300 mensen op Lesbos in de bagger, waaronder 2500 kinderen die deel uitmaken van een gezin en van een familie. Ja. De belofte over de 100 alleenstaande kinderen is in die zin een soort handvat om in gesprek te blijven. Om ook verder te kijken naar de kinderen die er nu nog zitten, zeg maar. Die, net als die alleenstaande kinderen in diezelfde problematiek zitten, die geen onderwijs krijgen en geen, in die zin geen hoopvolle toekomst voor ogen hebben en die 's nachts niet naar de wc durven en kinderen van 5, 6, 7 die om een luier vragen omdat ze bang zijn en daar speelt gewoon heel veel, ook voor de kinderen van de gezinnen, zeg maar. Ja, u schetst eigenlijk een dramatische situatie, veel ellende. Ja. Zijn er ook lichtpuntjes? Zeker. Op Lesbos? Zeker. Ja? Omdat in de hopeloosheid waarin ze zitten, is het gewoon waanzinnig om te zien wat voor veerkracht er in de mens huist. Hoe ze van het oude Moria, wat op een gegeven moment overdag een levendige economie was, zijn ze naar een ander kamp gegaan omdat Moria is platgebrand. En ze proberen de draad erop te pakken. En er worden weer onderling lesgegeven. Men gaat elkaar lesgeven. En er worden steeds meer vrijwilligers uit het kamp betrokken in het werk van de organisaties, zeg maar, de NGO's die er actief zijn. Dus minder hulp van buitenaf en meer hulp van binnenuit. Omdat dat werkt, zeg maar. En in die zin staan ze letterlijk schouder aan schouder in hun eigen kamp de voorzieningen te verbeteren. Wat ik heel knap vind, omdat je, zeg maar, al maandenlang in zo'n situatie zit. Zeker, zonder uitzicht, hopeloos. En veel mensen met suïcidale neigingen, ze zoeken hun toevlucht in verdovende middelen om maar, zeg maar, hun gevoel af te... Niet aan die ellende te hoeven denken. Niet aan die ellende te hoeven denken. Maar overdag staan ze er wel. Staan ze wel samen geulen te graven en douches aan te leggen en dat soort dingen. Ja. En we zijn 2021 ingegaan, half januari. Wat hoopt u dat er dit jaar gebeurt met de vluchtelingenproblematiek? Met ook nieuwe verkiezingen in aantocht? Nou ja, het is hopen en ook vooral bidden dat er aan de bovenkant van de maatschappij, waarin keuzes worden gemaakt, dat daar harten warm mogen worden voor deze situatie. Waarin leiders hun verantwoordelijkheid nemen en omkijken naar de grenzen van Europa, waar verschrikkelijke taferelen plaatsvinden. En dat hoop ik namens de organisaties die daar actief zijn. Ja. En tegelijkertijd het harde realisme dat ik bang ben dat het dit jaar ook niet gaat veranderen. Maar gebed is een krachtig wapen en dat is onze leidraad. God is onze leider. Ja. En daar mogen we ons vertrouwen op stellen. En daar zullen we ook niet minder voor gaan bidden. Zeker. En wat Voordewind zei, uiteindelijk moeten we het Europees oplossen met elkaar. Ja, zeker. Het is een gemeenschappelijk probleem. En de bedoeling is dat het gemeenschappelijk aangepakt gaat worden, wat nu niet het geval is. Ja, want voelt u die drang in Europa ook? Of blijft hij daar verre weg van, zeg maar, Brussel, Straatsburg, het Europees Parlement? Hoe bedoel je? Nou, dat Europese politici zich daar ook achter scharen. Want wij gaan dit oppakken. Dat voel ik niet. Dat is meer in de lagen daaronder. Als je kijkt naar petities zoals hashtag 500 kinderen. Als je kijkt hoeveel draagkracht er is in Nederland op lokaal vlak. Lokale dorpen en steden en burgemeesters. En die laag van de bevolking die zegt van kom en we pakken dit met elkaar aan. Dat... Het moet van onderaf gebeuren dus, letterlijk. Ja, zeker. Nou, we hopen en bidden dat dat ook gaat gebeuren dit jaar. Dank voor uw toelichting, Daniel van der Leer. Graag gedaan. Want dit was Uitgelicht voor vandaag alweer. Dank voor het kijken. Morgen, bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.